Nou, heb je ook nog nieuws of kom je alleen maar onzin uitslaan? Nee, ik heb echt nog wat nieuws vandaag. Ja? Ja. Kun je er eentje weggeven als je zegt van zo? Even een, hup, zo toch wel leuk nieuws voor de Ajax supporters. Ze hebben zo'n hele moeilijke tijd hebben ze gehad, de Ajax supporters. Maar Menno Gele is de beoogd algemeen directeur. Maar dat weet iedereen. Ajax. Ja, nee, dat weet iedereen. Dat zei Valentijn gisteren al. Ja, en nee, hij zei Valentijn het ook al. Ja. Zou voorgedragen worden, maar het is nu definitief. Hij gaat waarschijnlijk op 21 mei benoemd worden. En dat ze wilden geen buitenstaanders. Ze waren klaar met Dan van Hals, ze waren klaar met Van Praag. Maar hij is gewoon doorgeschoven. Dus dat is toch niet zo schokkend, toch wel? Dat vind ik wel schokkend. Hij heeft 2 jaar geleden nee gezegd tegen de functie. Toen kwam hij ook algemeen. Hij komt er ook naar Liverpool of zo, begreep ik. Of hij komt naar Liverpool. Dus hij is zeer gewaardeerd binnen Ajax. Commercieel staat het als een huis. Hij doet gisteren van de week nog de Olympia-uitzendbureau-deal bekendgemaakt. Hij is zeer hoog aangeschreven. Ook maar die Jan van Hals heeft wel wat achtergelaten, hè? Een puinhoop. Hoezo? Nou ja, dat hebben we gisteren in de uitzending gehoord. Nee, maar Benno is een goede gozer. Die wordt algemeen directeur. En dat is een hele goede keuze van Ajax. Oké.